Goedemiddag, Ron Jans, bleek takomseizoen H-trainer van Sportclub Heerenveen. De laatste week weer er een soort twijfel ontstaan of Jans al als net onbleeuwen zoals coach. De sportieve resultaten van het afgelopen seizoen voelen bot aan en de trainer hier met verschillende spelers geen goed contact. Likos met Bas Dost en de verheerde Geert Arend Roda. De directie had na evaluatie beteren nou toch het vertrouwen uitsprutsen in Jans, die het takomseizoen Henk Hedder als assistent krijgt. Dat is opvallend, want Hedder, hier links in beeld, moest jeder na het vertrek van Trond Solliet opstappen als assistent-trainer. De crisis in de grintehandel na aanleiding van de EHEC-bacteriën in Duitsland wordt heel iets groter, zoals in de kwekers en handelers. Door de EHEC-bacteriën leidt een groot pad van de grintehandel naar Duitsland en Rusland stil. Een van de handelers die daar het meest last van had, is Kees van der Hoek van Ie. Hij handelt vooral in komkommers en tomaten en dan ook nog naar Noord-Duitsland. Het is momenteel vrij rustig, zoals Schenken en de Loosleeg. We hebben hier de grinten verladen met en verkepen met, maar het is vanwege de EHEC-bacterie stort nog even stil. Staatssecretaris Joop Atsma vreeg het provincies om het uitrieden van oerstallige grinten over het land dat te steen. Dit wordt oorzien als het stratten van afval, maar de staatssecretaris vindt dat door de situatie in Duitsland nou een uitzondering maken voor hem had. De Koinga-groep uit Dokkum vraait het uit met 150 mensen. Dat komt door de oername van branchegenoot Keizer CS uit Oldenzaal. Al met al een investering van goed een heel miljoen euro. De oername is opvallend omdat Koinga, Keizer CS, in 2008 nog verkocht hier voor 16 miljoen aan de Amerikanen. De oername is de vierde in de maandertijd. Daarom de weekend kocht de Koinga-groep ik al drie lietsere adviesbureaus op. Keizer CS betekent dat wij waarom gaan naar de Zwitser advisering bij gemeenten. En dan praat je over interim leidinggevende en beleidsadviseurs. En volgens mij leidt dat de toekomst echt van ons bedrijf. Uit zijn alle oernames het Koinga ik een bedrijf oprichten dat speciale filters ontwikkelt die de stofzuiger sec roestallig maakt. Bij een frontale botsing in Burgum binnen Juster krijgt naar Sijzen vier verwoenden van. Twee mensen binnen zwier verwoenden en twee licht verwoenden. De botsing wie midden op de brug hoort het Prinses Margriet kanaal. De dik had 12 uur naastletten west voor het autoverkeer. Het skipverkeer kon wel gewoon passeren. Sportclub Cambuur had een tal nieuwe spelers fastline. Jonathan Vosselman had voor twee jaar tekenen bij de Leouters. De 26-jarige linksback komt oer van Go Ahead Eagles. Robert Teloeke en Marco Bizot mat het komend seizoen uit met zijn water eerste doelman wordt. Bizot wordt hier van Jong Ajax. Definitief is dat nog net, want Bizot had nog een parteer met Ajax. De medailles van atlete Foekje Dillema binnen Verom in Friesland. Foekje Dillema waard in jongetje 50 skorst troch het atletiekboen omdat die zijn dat ze een man wie. De medailles hebben haast 20 jaar lang in Nijs-Zeeland West. Mijn naam troch een vier familielid. Maar nu zijn we Verom in Boeren. Foekje Dillema wie een tiergegooie atlete aan jaren 40. Maar zo'n man wezen, nevens het boen. Ze wou niet meer maar de medailles te krijgen hebben en joeg ze voort. Age Bosma, de squashzoon van de keeper, hij brengt de medailles waarom. Nou, de familie wist altijd wel die medailles moest weer waarom bij het thuisjaar. Dus daarom gaan we weer waarom nam. Dat wie van hem geen discussie? Nee, helemaal niet. En ook is ze weer thuis. Dillema wil dat ze een mooi plakje krijgen. Het waar lieke prachtig voor de HT-race, maar troch de Huddewien wie het een zware tocht. Van de 129 deelnemende roeiboten onder eens tussen Haans en Skilge vonden er twee uit. Er is nu windkracht 5 en dat betekent dat er best hoge golven staan. En dat ze een, vooral als ze de blauwe slenk uitkomen, dat ze het behoorlijk zwaar krijgen. En ze moeten op tijd bij het schuitergat zijn, omdat er door deze windrichting vanmiddag een verlaging wordt verwacht. En anders dan halen ze de schelling niet. Tal van deelnemers redden het net op het tijd en moesten haar boot terug het zand trillen. De laatste boot is om 4 uur heen op Skilge onkaam. Het waren nog juni eerst nog een sterke wind. Vannacht is het helder en is het een gratis halve tolve. Mooi zinnen en warm. Het is hoe duist tussen de 21 en 24 graden. De wind is matig ontkrachtig en komt uit het noorden en noordeesten. En om het Safir het Nijs in het kwad, om 6 uur bij we er weer met het langere bulletin. Hier kun je nou dadelijk zijn naar hier.